Sinds 11 maart is er officieel sprake van een pandemie en kent Nederland een intelligente lockdown. Het COVID-19-virus heeft iedereen in onze samenleving getroffen. Maar welke effecten heeft het nou daadwerkelijk gehad in onze regio en wat hebben we hiervan geleerd? Maandag in de coronabeschouwing horen we welke producten er massaal werden gehamsterd aan het begin van de lockdown en hoe supermarkten hierop reageerden. Nou, de ruimte die we krijgen vanuit de overheid, van de RIVM, dat zie je dat ook ruimte komt bij de klant. Waar het begin heel erg gespannen was, heel erg gericht op die anderhalve meter, heel erg gericht op dit gaat niet goed, het is te druk. Zien we nu dat die klant mee blijft denken met elkaar om die anderhalve meter te handhaven. Maar uiteindelijk krijgt dat wel letterlijk en figuurlijk wat meer lucht. Je ziet het maandag in de laatste aflevering van de coronabeschouwing vanaf 6 uur op RN7.